Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag en ik ben een lekker dagje vrij. Veel moeten werken en het is ja, gewoon lekker druk op het werk. Dus ja, heel veel gewerkt en nu dus één dagje vrij. Morgen ga ik weer aan het werk. En morgen komen Pascal en Lux naar Assen, want we moeten morgen met Lux naar de dierenarts even zijn jaarlijke inenting doen. Maar goed, dat is morgen allemaal. Vandaag eerst hier weer bezig. We gaan zo meteen even naar de Action. Ik moet nog even wat extra verf halen. En daarna ga ik weer in ons huisje, want dat is nog steeds natuurlijk niet af. Wel al heel erg opgeschoten sinds de vorige keer dat ik het jullie heb laten zien. Want ik heb zelfs al een klein beetje een inloopkast. En dat zal ik straks wel laten zien. Helemaal happy mee. Maar goed, het is nog niet helemaal af. Maar goed, het begin is er. En ja, dat vind ik wel heel erg tof. Dus dat is een beetje wat ik ga doen. Verder nog geen idee. Lux ligt lekker achter me. Dus die zal ik eventjes uitlaten en dan kan de dag beginnen. Ik hoop dat je net zoveel zin hebt in als ik. Doe dan die duimpje omhoog en mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dan kan het door op de rode knop hieronder te drukken. En dan kan deze dag beginnen. Ik heb trouwens mijn nepwimp gestraft. Dat had ik nog helemaal niet gezegd. Ik heb het er zelf afgehaald dit keer, want ze is met vakantie. Dus ik ging het zelf proberen en dat is helemaal goed gegaan. Mijn eigen wimpers zitten er nog op, maar ik vind het de laatste tijd gewoon lekker om geen mascara te dragen. Dus dat doe ik dan ook gewoon niet. Goed, ik heb wel mijn wenkbrauwen bijgewerkt hoor, maar ik had gewoon de laatste tijd geen zin om mascara te dragen, dus ook wel eens een tijdje lekker. Papa en ik komen net uit de Action en papa brengt nog even het karretje weg, want we hebben echt ontzettend veel gekocht. Was eigenlijk niet de bedoeling, ik moest alleen kwasten, verf, navelverpakking van vochtvreters van mama en geurstokjes en snijplankjes en dat was het enige. Maar goed, we hebben een heel karretje vol. Top. Ik ga het jullie straks laten zien. Nu gaan we nog even boodschapjes doen voor het eten van vanavond. We gaan lekker wraps eten. Echt wel zin in een keer met gehakt, want dat heb ik echt lang niet gehad. Ik weet nog dat ik dat vroeger een keer bij mijn tante heb gegeten en dat ik dat echt heel erg lekker vond. Dus ja, ik heb er nu al zin in. En dan lekker met knoflooksaus. Lekker stinken. Ik ben al een tijdje terug van de Action en ik ben eventjes Lux aan het uitlaten. Oh, mijn shirtje waait omhoog mijn mouw. En Lux aan het uitlaten. En ik heb net een koekje gekregen van het buurjongetje, dus die ga ik opeten. En dan ga ik weer naar ons nieuwe huisje en ga ik daar weer aan te klussen. Zo, ik ben in ons nieuwe huisje, want ik ga even aan de slag. Ik heb me omgekleed, ik heb mijn Duitsland shirt aan met roze korte broekje, want dan kan ik gewoon even gaan schilderen straks. En ik zal nog laten zien wat ik bij de Action gehaald, beide dus, heb. En dat krat staat daar op de grond, dus ik ga jullie neerzetten en dan ga ik jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Zo, hier zit ik dan lekker op de grond in mijn nieuwe huisje. En er is echt al heel veel gebeurd dus, want we hebben echt al muren geschilderd, die achter mij dus. En hier de bogen. Deze is al geschilderd, die was geel namelijk, die is nu wit. En we moeten nog het een en ander doen. Ik ga jullie straks ook allemaal laten zien wat er al gedaan is. En zo krijgen jullie dus een beetje door hoe ons huisje er straks uit komt te zien. Maar goed, het gaat nu om de spullen hiernaast, wat ik bij de Action gekocht heb. Ik heb weer twee potjes verf gekocht. Deze, en deze is van Spectrum, gewoon van de Action. Helemaal prima, daar hebben we dus ook deze witte rand mee gedaan. En daar zijn we ook de deuren mee aan het schilderen. En Pascal dacht dat hij nog één potje nodig had, maar ik heb gewoon voor de zekerheid twee meegenomen. Kunnen we altijd wel gebruiken en anders bewaren. Want het gaat natuurlijk niet zo 1, 2, 3 kapot. Dan heb ik iets heel leuks gekocht. Ik kon het echt niet laten liggen. Dat is dit leuke aapje, een gouden aapje. En dat is een kaasstandaard. En ik heb daar een roze kaars op gekocht. Dat vond ik juist wel heel erg leuk. Niet gewoon de standaard witte, maar ja, dit haalde elkaar wel heel erg leuk op, vond ik. Dus ik denk dat ik dat in mijn inloopkast ga zetten, die ik jullie dus straks ga showen. En dan heb ik snijplankjes gekocht. We hebben nu wit, groen, blauw en paarse snijplankjes. Die laat ik dus achter. Die ga ik niet meer meenemen. En daarvoor hebben we leuke neutrale gekocht. Ik vind het toch iets mooier. Dus ja, nieuwe snijplankjes. Ik heb er 4. En ze waren volgens mij €1,16 per stuk. Deze was trouwens €1,99. En de kaars was €0,99. Hoop, blijf allemaal staan. Dan heb ik geurstokjes gekocht. Het ruikt hier nu nog heel erg naar verf. En ook een beetje muffig. En om die geur eruit te krijgen heb ik dus geurstokjes gekocht. Maar omdat we er nu nog niet wonen vind ik het gewoon zonde om de dure Rituals geurstokjes er neer te zetten. En dan heb ik gewoon even goedkoop geurstokjes gekocht bij de Action. Ik heb de geur cinnamon gekocht. Want ja, dat is echt mijn all time favorite. En die ruikt gewoon prima. Ik heb er 3 gekocht. Kan ik boven even neerzetten. Beneden in het halletje en hier in de woonkamer. En dan ruikt het gewoon straks eventjes even wat frisser hier. En straks als we er wonen, dan gaan we natuurlijk gewoon weer geurkaarsjes en ritual stokjes neerzetten. Want ja, die heb ik eigenlijk altijd wel. Ik heb ze nog gewoon helemaal dicht in verpakking zitten in een verhuisdoos. En ja, deze zijn nu gewoon voor tijdens verhuis dat hier wel even lekker, lekker gaat ruiken. Dan heb ik 2 kwasten. Oh, 1 iets kleinere. Deze was €0,50.
En deze was volgens mij 1 of 2 euro. Iets breder, want ik ga straks boven op de slaapkamer doen. En dan heb ik wel lange muren ga ik verven, dus wat bredere. Ook heb ik een outdoor light, een sensorlamp voor buiten gekocht. Wij in ons oude huis was die, of ja, eigenlijk is het nu nog wel ons huis. Maar in Assen wou die pas kan ik heel graag nieuw, want die andere was kapot. Maar ik vind die kringen eigenlijk best wel duur, moet ik eerlijk zeggen. Ze kosten iets van 50 euro per stuk. En nu exact dezelfde. Ja, exact dezelfde. Bij de Action voor 8 euro. Dat dacht ik, dan neem ik er één mee. Want volgens mij hebben we buiten geen sensorlamp. En anders bewaren we hem gewoon voor als we straks een koophuis krijgen. Maar voor 8 euro dacht ik, ja, die kan ik dan niet laten liggen. Dus ik denk dat Pascal hier ook heel erg blij mee is. Die weet nog niet wat ik gekocht heb. Die weet van alles nog niet wat ik gekocht heb. En dan heb ik geurbuideltjes van Robijn gekocht voor in de kledingkasten. Ja, ik vind het altijd gewoon heel lekker ruiken. En ik vind het ook belangrijk dat je kleding lekker ruikt. Is mijn camera eigenlijk wel scherp? Ik weet het niet. Ik kan het niet goed zien van hier. Maar dus ik heb 6 zakjes. En deze waren 1,99 per doosje. En dan kan ik gewoon in elke kast lekker zo'n zakje hangen. En als laatste alweer heb ik 8 mokken gekocht. De oude koffiemokken laat ik ook achter in Assen. En ik heb nu gewoon grijze gekocht. Ook van de Action, die waren nu 98 cent per stuk. We hebben daar ook al schaaltjes en zoveel van dit setje. Dus ik dacht, dat past er dan gelijk heel erg mooi bij. En Pascal houdt ook niet heel erg van tierenlantijntjes, wat ik begrijp. En ik drink geen koffie, dus ik heb aan Pascal gedacht. En dit zijn de koffiemokken geworden. Daar heb ik er dus 8 van gekocht. En ja, dat was eigenlijk alles wat ik alweer bij de Action heb gekocht. Ik ga nu eventjes een beetje opruimen. En dan ga ik jullie mijn inloopkast laten zien. En dan ga ik weer aan de slag met schilderen. Nou, deze muur was dus grijs. Die is nu taub. Dat witte was geel, is nu wit. Dit was ook helemaal grijs. Hebben we ook taub gemaakt. Dit is grijs, dat wordt nog wit. Nou, dan gaan we door. Dit hele kozijn was ook geel, is ook wit. Deuren, of de een is nog geel en de ander is wit. Kijk. Dat is het kleurverschil en we worden dus wit. En dan hebben we hier de woonkamer. En dit was ook geel. Oh, en dat hebben we nu taub gedaan. Moet nog een beetje bijgewerkt worden, dus daar ga ik zo meteen ook nog mee bezig. En dan is dit mijn inloopkast. Ik heb dus 3 van die rekken van de Quantum. Hier vooraan heb ik de jasjes en de vestjes hangen, allemaal kleur. Daarna alle truien en blousjes op kleur. Tafeltje, ik weet niet of die hier blijft staan. En ik heb het aapje er snel neergezet. Deze heb ik opgehangen, weet ik ook nog niet zeker. En hier is het rek met blouses met korte mouw en t-shirt. En dit heb ik gewoon eventjes zo neergezet. Maar goed, dat moet ook nog veranderd worden. Maar had ik het in ieder geval even een plaatje kunnen geven. En er moet hier nog even wat voor de ramen. En dan heb ik hier nog een kastdeur zitten. Bovenin in die bak heb ik mijn bikini zitten, mijn topjes en mijn broekjes. En dan hier boven de korte broekjes. Rokjes komen hier de spijkerbroeken, die moet ik nog ophalen. Ligt er eentje en mijn andere kleurbroeken. En dan komen hier ook nog de jurkjes te hangen. En dan de kast op de andere kamer. Het klinkt hier echt hol, maar hier komen dan mijn jassen te hangen. En mijn sportkleding en mijn pyjama's. En deze 3 worden voor Pascal. Alleen hoop ik dat ik deze krijg, zodat ik dan hier mijn schoenen kan uitstallen. Dus ik moet hem nog even lief aankijken, maar anders worden ze alle 3 van Pascal. Dus dat is een beetje wat er tot nu toe gebeurd is. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn inloopkast. Maar goed, dat moet nog wel een beetje aangepast worden. En er moet nog kleding naar hier toegebracht worden. Want nog niet alles is hier. Maar goed, dat komt allemaal. Het begin is er. En ja, dit was in ieder geval al wel een heel fijn plekje. Ik heb net dus de schaal geschilderd. Of nou, hij was al geschilderd. Alleen ik heb dus de witte puntjes weggewerkt. Pff, wat een klus. Lekker gezweet. Ik heb ook gesmeerd. Ik zit eronder. Maar hey, het is gewoon een shirtje. Dat geeft niet. Ik heb ook oude kleren aangetrokken. En nu is Pascal trouwens hier. En die heeft een olifantenkop besteld voor aan de schaal. En wij gaan nu snel even naar de Jisk. Want we willen boven even gordijnen ophangen. Of ja, rolgordijnen. Anders kan iedereen hier zo naar binnen kijken. En dat is ook niet wat. En ik heb dus even opgemeten. Ze hebben ze nogal voorraad bij de Jisk in Olzaal. Echt net genoeg. Dus we gaan even snel die kant op. En dan kan ik dat ophangen. En dan gaan we weer verder.
dus Annex en Jisk. En ik zie weer van alles leuks. Echt geweldig. Ook tuinmeubels en dat moeten we nog hebben. Dus wij gaan gewoon een rondje kijken. Van de Jis. We hebben de rolgordijntjes meegenomen en we hebben ook een bakjes gekocht. Precies bakjes voor de zocht, hadden ze daar bij de kassa staan. Dat is echt top. En nu ben ik hard aan het maken, want ik ga even lekker een brep. Heel veel zin in. En ik wil altijd nog wat zout en wat sla en kaas bij. En dan een pakje Ibon en maïsjes erbij. Goed, gaan ze dus lekker eten. Ik ga nu hard klaarmaken en dan kunnen we straks aan tafel. Tijd om te eten. Dit zijn de gordijntjes, de rolgordijntjes voor. Gaan we echt doen. Deze zijn trouwens wel doorschijnend, maar goed, die slapen we toch niet. Dus gewoon lekkere simpele goedkope gordijntjes gekocht. En ook witte voor ons op de slaapkamer. Alleen die zijn dan wel niet licht doorschijnend. Laat Cindy nooit de kozijnen opmeten, want kijk, hij is dus te smal. En een grotere maat bestaat er niet. Dus we gaan het gewoon hiermee doen. De gordijntjes hangen. Het is niet helemaal zoals we wilden, maar goed, ze hangen wel en we laten het ook zo. Het is nu een huurhuis. Het is niet het huis waar we voorlopig, of waar we altijd blijven, maar voorlopig wel. Dus helemaal prima. Ik heb nu een mini cornetto en moet je kijken, dit is toch te schattig. Mama en ik zijn onderweg naar het raadhuis, gewoon op een donderdagavond, want we gaan even lekker een cocktailtje drinken. Even gezellig samen zitten, want papa en mama gaan bijna op vakantie. Ik ben wel een beetje jaloers, want ze gaan naar Mallorca. Maar goed, ik blijf hier in Nederland, want ik moet verhuizen. En nu gaan we dus lekker even een cocktailtje drinken. Yeah. Mama en ik zijn weer thuis. We hebben echt een super leuke avond gehad bij het raadhuis. En de cocktails zijn daar echt super lekker. Dus mocht je in de buurt zijn van Losser of daar wonen. Echt, de cocktails zijn echt een aanrader. Vonden ze echt allemaal heel erg lekker. Of nou, we hebben ze niet allemaal gehad. Mama heeft er 2 gehad en ik heb er 2 gehad. En we hebben van elkaar weer geproefd. Dus ze waren echt heel erg goed. Nu ga ik slapen. Morgen moet ik weer werken. Ik hoop dat je het leuke video hebt gevonden. Ik heb in ieder geval een leuke dag gehad. En we hebben in ieder geval weer wat in het huisje kunnen doen. Dus dat is ook echt ideaal. En tot de volgende video. Doei doei!